Veel kandidaten in Expeditie Robinson zijn geliefd, maar er zijn er ook veel die het publiek ongemakkelijk maken. Wekelijks krijgen de beste en slechtste kandidaten veel aandacht van de pers. Uiteindelijk moest Frits naar Afvallerseiland, het geluk kon hem niet steeds weer overkomen. Hij had de sfeer wel gevoeld na de spannende eilandsraad van vorige week. Maar voor de kijkers had zijn expeditieavontuur ten einde moeten komen. Kan Frits nu niet naar huis? Vroeg een kijker zich af. Een andere persoon was net zo wreed. Dramakoningin Frits Wester bezorgt mij een enorm ongemakkelijk gevoel. Hoe dan ook, hij zal de heer Robinson zelf ontmoeten, Mark Baanders. De 25-jarige verslaggever verdient deze titel omdat hij zich thuis voelt op het eiland. Mark was niet echt goed in het spel en de associaties daarvoor, toen hij tot zijn grote verbazing als een van de eersten uit de staatsgreep werd gezet. Nu, na een paar dagen op Afvallerseiland, voelt Mark zich als een vis waar iedereen graag op de bank zou zitten. In het verleden was het publiek teleurgesteld over de manier waarop hij de eilandsraad als een soort therapiesessie gebruikte, maar misschien is de mening van iedereen veranderd. De Robinson-expeditie paste zich aan. Het wordt tijd dat hij zijn eigen spel gaat spelen, in plaats van teleurgesteld toe te kijken naar de duels op Afvallerseiland. Met geweldig commentaar, dat wel. Kan Mark trouwens niet zijn eigen show hebben? Hoe dan ook, hopelijk vindt hij de felbegeerde immuniteitsmunt op Wasteland Island en kan hij zo snel mogelijk weer aan de slag. Hij is zich nu bewust van het bestaan van vakbonden, dus laat hem zijn Robinson-vaardigheden in de praktijk brengen in tests. Er ontstaat een gevecht tussen Frits, Mark en Irene. Dit is een gevecht waarbij je volledig op jezelf moet vertrouwen en het lijkt alsof Frits de grootste achterstand heeft. Het is mogelijk dat Mark Frits in de volgende aflevering naar huis stuurt. Rất có thể Max sẽ gửi clip về nhà trong tập tiếp theo.